Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij deze video Bassie, oftewel Bassie Stand. En vandaag, je ziet hem misschien al aan de lach op mijn gezicht, een video die ik al jaren wil maken. Maar vandaag is het realiteit. Ik ben enorm trots dat ik jullie kan presenteren mijn nieuwe auto. Ik kan het eigenlijk nog niet bevatten dat deze auto van mij is. Jullie weten misschien al, als je me wat langer volgt, dat ik al enige tijd op zoek ben naar een nieuwe auto. Dat ik, ik hou van auto's. En ik ben eigenlijk opgegroeid met Mercedes. Dat heeft met mijn vader te maken. Sommige mensen zullen dat misschien ordinair vinden. Ja, ik vind het ook een redelijk ordinair, maar dat ben ik soms ook, dames en heren. Dus wat dat betreft is dat gewoon prima. En toen ik zag dat het nieuwe interieur van de Mercedes er was, met alle kermisverlichtingen, die je zometeen overigens ook nog gaat zien, dan toen was ik gewoon eigenlijk meteen verkocht. En wezen sparen, hard gewerkt. Jullie zullen me misschien kennen van livestreamen, YouTube-video's, presenteren, muziek. Jullie zullen misschien van alle kanten nu komen bij deze video. Dus jullie weten dan ook maar dat ik heel erg veel verschillende dingen doe en daar druk mee bezig ben. En ik ben blij en gelukkig dat ik kan doen wat ik kan doen. Dat ik dingen kan doen die ik leuk vind en dat ik daar mijn centjes mee kan verdienen. Deze auto is nu hier, de Mercedes A220 limousine, moet ik zeggen. Dat is eigenlijk de sedanversie. Die is iets langer dan de hatchback. Ik vind dat persoonlijk iets mooier staan. Sommigen zullen zeggen, ja, een hatchback past misschien meer bij je leeftijd. Zo, ja, ik vind deze gewoon mooier, dus ik ben voor deze gegaan. Ik ben enorm blij. Er zit 190 pk in, dus het is geen Lamborghini of het is geen Ferrari. Maar vergeleken met mijn Citroën C3 uit 2005 gaat deze nog vooruit ook. Dus dat is lekker. Die andere, ja, die ging wel iets vooruit, maar ik kon geen auto's inhalen op de snelweg. Ik ben vaak natuurlijk op de snelweg, omdat ik in het oosten van Nederland woon. En vaak heel veel dingen in de Randstad zich afspelen. Dus ik ben heel erg vaak op de snelweg. En als ik dan een beetje tempo wil maken en iemand in wilde halen, ja, kon ik gewoon een kop koffie met hem samen drinken voordat ik er voorbij was. Dus wat dat betreft ben ik blij. Hij rijdt lekker vlotjes weg en dat is altijd lekker natuurlijk. Ja, het interieur gaan jullie zo meteen nog zien. En helemaal in de avond, als het echt donker is, is een hele andere vibe, dames en heren. Nee, maar dat is een hele andere ervaring die je dan hebt. Dat maakt het nog twee keer zo mooi. Dus ik wil jullie sowieso ook bedanken. Dat is altijd een mega cliché ding. Maar clichés zijn er, omdat ze bestaan al eenmaal en niet zomaar. Dus ik wil jullie oprecht bedanken, wat ik al zei. Of je me nou support voor mijn muziek, mijn YouTube-video's, mijn streams, van alles en nog wat. Daar ben ik jullie enorm dankbaar voor. Ik heb natuurlijk heel veel uren erin gestopt, maar ja, je kan ook uren maken. Terwijl het geen nut heeft en mensen kijken er niet. En daarin komen jullie clutch, om het even zo te zeggen. Dus daar wil ik jullie echt enorm voor bedanken. Ik ben nog steeds ongelooflijk trots. En dan zal ik ook blijven dat ik deze auto heb gehaald. Is niet vanzelfsprekend. Ik weet ook waar ik vandaan kom. Dus dat is belangrijk. En ik ben gewoon enorm trots dat ik deze auto heb gehaald. En laten we het emotionele gedeelte nu even achter ons. Laten we even naar wat beauty shots gaan. In de avond. Bas, Bas. Zeg en niet genieten van die pas. Bas, Bas. Zeg en niet genieten van die pas. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, ik denk ik neem jullie nog heel even mee in mijn avondetappe, om het even zo te noemen. Want ik wil jullie echt oprecht bedanken. Ik heb het al vaker gezegd misschien, maar ik wil dat toch echt heel duidelijk hebben. Ik weet waar ik vandaan kom. Ik weet dat dit eigenlijk te gek voor woorden is in mijn ogen. Alleen, dit is iets waar ik al heel lang naar uit heb gekeken. Sinds dat ik een beetje serieus bezig was met YouTube. Dus dat is zo rond eind 2014 dat het wat serieuzer werd. En al die tijd gewoon uitgekeken naar een mooie auto. Het is iets wat ik gewoon mooi vind. Ik weet dat het materialistisch is. Dit is absoluut niet het belangrijkste in het leven. Maar het is voor mij ook belangrijk om een doel wat ik heb gesteld, om dat te halen. Om weer verder te gaan met het volgende doel eigenlijk. Dus dat was voor mij een heel belangrijk gedeelte. Plus, ik heb wel echt het maximale uit mijn andere auto gehaald. Die officieel dus eigenlijk niet eens van mij was. Maar daar heb ik toch wel een jaartje of 5-6 in gereden. Dus ja, die was ook op voor lange afstanden, weet je wel. Dus het was eigenlijk... Hé, er is iemand een reclamebord aan het vervangen.
Misschien moet hij even een nieuwe reclamebord voor Bas gaan doen, man. Voor mijn nieuwe tune. Die is trouwens te streamen op Spotify. Link staat in de beschrijving. En overigens ga ook even checken. Mijn tweede kanaal, als je van FIFA content houdt. Moet je dat zeker even gaan checken. Bassie Steentje is dat. Die kan je zeker even gaan checken. Daar komen veel FIFA video's op. Op dit kanaal gaan dus veel meer real life video's komen. Wat het precies allemaal gaat zijn, kan ik nog niet verklappen. Maar er gaan wel echt hoogwaardige content komen. En ik wil sowieso, wil ik even een hele dikke shout-out doen naar Capture. Capture Films, a.k.a. Frank. Een kameraad van me die al deze beelden die jullie hebben gezien, heeft geschoten. Los van wat ik nu even aan het schieten ben, is met mijn eigen camera. Maar ja, dikke shout-out naar die man. Wij gaan echt hele lijpe dingen neerzetten. Maar ga die man sowieso checken. Zijn Insta komt hier ergens in beeld in ieder geval. Ik hoop dat hij het zelf goed erin edit. Maar ga hem sowieso checken, want die man is... Ja, ik overdrijf niet. Die man is echt een beest, man. Met de camera en met films. Dus heeft je vader een bedrijf of die wil een bedrijfsfilm en je hoort hem daarover? Of iets anders, of een videoclip of wat dan ook. Connect hem sowieso. En dan kan je altijd kijken of je eruit kan komen met hem. Maar als je kwaliteit wil hebben, moet je sowieso bij hem wezen. Dus een hele dikke shout-out naar Frankie. Frankie zit hier nu ook in de edit. Dus je mag dit erin houden, Frank. En sterker nog, je moet dit erin laten van mij. Dus, wat ik eigenlijk nog wilde zeggen. Kijk, hoe ik eigenlijk bij deze auto terecht ben gekomen, is eigenlijk als volgt. Ik begon dus eigenlijk een jaartje of 4-5 geleden al met naar auto's kijken. En dan begin je met de Volkswagen Polo, wat overigens een prima auto is. Daarna werd het de Volkswagen Scirocco. Toen werd het de Mercedes A-klasse van de vorige generatie. Toen werd het weer iets anders. Wilde ik dat hebben, wilde ik dit hebben, wilde ik dat hebben. En toen, een jaartje of 2-3 geleden, zag ik het nieuwe interieur van de Mercedes. En toen was ik oprecht helemaal verkocht. Ik ben sowieso een enorme Mercedes-fan. Dat heeft met mijn vader te maken. Mijn vader rijdt zijn hele leven al in Mercedes-auto's. Dus ik ben er een beetje mee opgegroeid. En zodoende was het ook een soort doel voor mij om uiteindelijk in een Mercedes te rijden. Ik weet dat heel materialistisch overkomt, maar zoals ik net al zei, het is een doel. En een doel wil je graag halen om weer voor het volgende doel te kunnen gaan. Dus dat is wat voor mij in ieder geval nu gelukt is. Het is iets wat ik van mijn bucketlist kan halen en ik ga er enorm van genieten. Ik hoop dat ik jullie mee kan nemen in deze auto eigenlijk. Met video's en et cetera, et cetera. Misschien dat ik nog een rap over die auto gaan gooien. Dus als jullie ideeën hebben, laat dat sowieso even weten. Dan gaan we dat sowieso realiseren. Maar voor nu geniet ik nog even van de kleur die er nu op zit. En dan kunnen we altijd later nog kijken wat we ermee gaan doen. Ik ben ook niet een mega diehard spec fanaat. Ik hou wel van spec, maar niet van de specs. Laat ik het zo zeggen. Daar ben ik niet zo in geïnteresseerd. Lekker specje op zijn tijd gaat er bij mij altijd in natuurlijk. Maar het is een A220 met 190 pk. Het is een 2 liter... 4 cilinder volgens mij. Ja, nou, hier beginnen we bij mij al een beetje op te houden. Maar het is in ieder geval een auto die gewoon goed op kan trekken. Laten we daarop houden. Want dat was dan wel een dingetje. Ik hou van wel van een beetje vlot rijden. En met die Citroën waar ik eerst in reed, de legendarische Citroën, kon ik mensen amper inhalen op de snelweg. Dus dat was een beetje een struggle. En toen heb ik expliciet gekozen voor de A220. Omdat de A180 en de A200 zit een Renault motorblok in. In de Mercedes zit een Renault motorblok. En vanaf de 220 varianten, dus de 220, de 250 en natuurlijk de AMG's. Daar zitten gewoon Mercedes motoren in. En ik heb gelezen dat die gewoon qua schakelen wat soepeler zijn. En natuurlijk iets meer vermogen natuurlijk. Hoe hoger je komt in de cijfers, hoe meer vermogen er is natuurlijk. Dus dat was voor mij wel een bewuste keuze. Dat ik gewoon echt een Mercedes blok erin heb zitten. En vandaar dat ik dus voor de 220 ben gegaan. Hoog had voor mij ook niet gehoeven. Want ik kom dus van de Citroën C3 uit 2005. Die had volgens mij 60 pk. En deze die heeft meer dan 3 keer dan van dat. 190 pk. Dus het is ook niet dat ik voor een race monster ben gegaan. Het is voor mij gewoon de ideale mix tussen comfort. Ik kan gewoon lekker relax in deze auto rijden. Maar als ik gewoon even iemand moet passeren, bij wijze van spreken, of een keer vlot weg wil rijden, dan kan het ook. Dus dat is voor mij heel relaxed. Ik heb natuurlijk parkeersensoren, achteruitrijcamera, wat heel chill is. Ik heb airco, ik heb elektrische ramen. Het zijn allemaal verbeteringen ten opzichte van mijn vorige auto. Dus ik ben er enorm blij mee. En nogmaals, ik wil jullie echt enorm bedanken. En ik wil daarom jullie ook betrekken in dit proces. Om te kijken of we nog misschien eens een wrap of zo erop kunnen gooien. Ik ben verder niet van plan om een uitlaatsysteem of zo allemaal eronder te zetten. Want daar is dit niet de auto voor. Dan had ik ook een Volkswagen R kunnen halen bijvoorbeeld. En dan helemaal losgaan. Maar ik heb toch gekozen voor ook een beetje het interieur. Het luxe
In plaats van echt puur een race monster. Dan had ik nog misschien wat mods op gedaan. Bijvoorbeeld andere uitlaatsystemen of wat dan ook. Maar voor zo'n auto vind ik dat een beetje overbodig. Ik ben ook niet zo'n race monster. Maar ja, misschien komt het nog. Het is echt abnormaal dat ik in zo'n auto rijd. Maar ja, het is iets waar ik heel lang voor heb gewerkt. Tuurlijk zien de mensen niet altijd alles wat er achter de schermen gebeurt. Het is ook best wel iets mentaals en ik weet dat mensen nu gaan zeggen van ja, Jank, niet zo. Ik ben straten maken en ik werk 40, 50 uur met mijn knieën op de tegels en we lopen nu uit te janken. Nou, ik heb ook respect voor dat soort mensen. Alleen ja, ik doe het op een iets andere manier. Ik maak denk ik wel meer dan 50 uur, maar wel met dingen gelukkig die ik leuk vind. Dus ik zal ook nooit klagen. Maar ik wil wel zeggen van, ik heb er natuurlijk wel tijd ingestoken. En gelukkig heeft dat zich uitbetaald en daar ben ik heel dankbaar voor. Dat wil ik toch nog even gezegd hebben. En het is gewoon ongelofelijk, man. Dus voor nu zou ik zeggen, enorm bedankt. Check jullie hopelijk bij de volgende video. Ciao. Ciao.